kan je je elleboog likken. Het zou toch niet zo moeilijk moeten zijn? Leuk die we kijken naar een iets wat op een Q&A moet lijken, een vraag en antwoord. Ik stelde aan jullie eigenlijk de vraag en daarop antwoorden jullie: hey, stuur mij een vraag op. Nou, hebben jullie weer beantwoord met vragen, dus moeten jullie eigenlijk dan hier niet staan? Misselijkmakend grapje. Oké, laten we beginnen. Noah vraagt: is er een verband tussen een aardappel en chocoladetaart? Nee. Wat is je reactie als je gevraagd wordt voor een reis naar Mars? Nee. Als je mocht kiezen wat je in je volgend leven zou zijn, wat zou je dan zijn? Nee. Het is omdat ik mezelf zo leuk vind. Als ik iets zou moeten kiezen, zou ik denk een PewDiePie zijn of zo. Want dan kan ik gewoon zwemmen in het geld en dat kan ik nu niet. Nou, goed antwoord. Wat neem je het liefste in een snackbar? Normaal gesproken zou ik kiezen voor een kapsalon. Maar als ze die niet hebben... broodje kroket. Met mosterd. Heb jij geld? Natuurlijk heb ik net geen geld op zak. Je hebt nooit geen geld! Kan je je elleboog likken? Het zou toch niet zo moeilijk moeten zijn? Nee. Wat zou je zeggen als voor 30 seconden de hele wereld jou hoort? Milan is homo! Hey! Stel dat je een Pepper of Lexa account aan moest maken, wat stond er dan in je bio? Met dag een internetlegende. S'nachts ook. Wat geeft jou de kick om verder te gaan met YouTube? Mezelf? Ah, what the fuck man. Wat doe je als een hamster je dood gaat schieten? Het is alsof ik in de motherfucking matrix zit, ja. Hoe overleefde je de middelbare school? Door mezelf niet van kant te maken. Liever seks met Ariana Grande of 1 miljoen? 1 miljoen? Kom maar op. Ik hecht totaal geen waarde aan die tut. Ben je ooit naar een stripclub geweest? Nou, eerlijk gezegd, ik wist geen eens dat er stripclubs waren in Nederland. Weet jij dat? Waar zit er een? In Amsterdam. Waar dan? In Amsterdam. Gewoon, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Oké. Dans jij ook in je onderbroek door de kamer heen als je diamonds hebt gevonden in Minecraft? Nee. Ik doe het eerder zo. Wow, diamonds! Als je een eend was, wat zou je dan doen met een laptop? Duckface selfies maken. Wat vind je het leukste filmpje? Jongen, je kijkt ernaar. Naar welke stad zou je het liefst willen gaan? New York, Dubai, Istanbul of Rome? Nummer 1, Rome. Nummer 2, New York. Nummer 3, Dubai. Nummer 4, Istanbul. Wat is jouw trick om meisjes te versieren? Hey girl. Zit er nog steeds een 3D-schilderij van een aap in jullie wc? Ja, Ronald, hij zit er nog. Liever een rattenstaart hebben of voor altijd een melksnor? Nee, melksnor die gaat uiteindelijk schimmelen, dus rattenstaart. Stel, je mag nog maar één ding in je leven eten. Wat zou het zijn? Koffie. Waarom kan je je ogen en je mond dicht doen, maar je neus en je oren niet? Jongen, volgens mij ben jij de enige die dat niet kan, hoor. Wat is de ideale kleur voor een wc-pot? Ik zeg poepiebruin. Dan laat je een remspoor achter, niemand die het ziet. Wat zou je doen als een eenhoorn je een dozijn pinguïns zou brengen? Stoppen met drugs. Wat voor baan zou je hebben gedaan als je geen YouTube deed? Voetmasseuse van PewDiePie. Kan je op je handen staan? Ja, dat kan ik. Wat is je grootste blunder? Zojuist op mijn handen proberen te staan. Als 34 min 78 679 zou zijn, is dan Noord-Korea een pony op een driewieler met een vierhoekige cirkel? Als je fruit mocht zijn, welke zou je dan zijn en welke absoluut niet? Ik zou een citroen zijn, want dan word je bekend op YouTube. Maar ik zou geen aubergine zijn. Aubergine. Ja, maar is dat überhaupt wel een fruit? Ja, ik denk het wel. Je doet het er maar mee. Wat zou je doen als Devonie? Wat? Als je een olifant zou krijgen, hoe zou je hem noemen en welke kleur zou je hem geven? Ik noem hem Willy. Verf hem roze en ik zet hem midden in de huiskamer. Ga je al deze vragen beantwoorden? Ik heb het zojuist gedaan. En dat betekent dat ik hier ook bij ga eindigen. Bedankt voor het kijken naar deze editie van Donderdag. Ik zie jullie graag weer bij de volgende Donderdag. Of het er vast iets wordt, weet ik nog niet helemaal. Maar
verheug je er gewoon op en je ziet het wel op Twitter. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!